Mijn speed is ook naar beneden, dus ik hoop dat ik nog sneller ben. Ik ben nog sneller, maar ik mis weer. Blade, wat doe je nou? Gast, waarom mis je nou twee keer achter elkaar? Oh man. Yo, Nintendo fans. Is er een beetje hyped voor weer een nieuwe Pokémon Shining Pearl aflevering? Laat het weten in de comments. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Dan ga ik snel beginnen met gamen. En in de vorige aflevering vroeg ik of jullie Vision in mijn team wilden. Ja of nee. En het was een beetje gemengd. Sommigen vonden het vet, sommigen niet. Ik denk alleen dat het niet slim is om hem hier volledig te laten levelen op dit moment. Dus wat gaan we doen? We gaan Blade op plek 1 zetten. En we laten Vision er nog wel even bij hoor. Hij mag nog wel even blijven. Misschien wordt hij nog beter, maar hij kan gewoon geen klappen vangen. Als hij klappen vangt, dan is het gewoon heel snel klaar. Oh, wacht even. We moeten hier van alles gaan lopen duwen. Oh, oké. Dus we moeten bijvoorbeeld deze aan de kant douwen. Hé, hoe werkt dit? How does this work? Oh, op die manier. Oké, nu kan ik hier langs. Kan ik deze dan duwen? Ja, dan is dat poortje daar open. Nu kunnen we dan in het midden misschien even hier langs. Deze duwen. Oh ja, kijk, top. Deze weer even terugduwen. Dikke vette puzzel hier, joh. Dan gaat deze zo geduwd worden. En dan moet ik zo nog even naar linksboven. Oh, kijk, die kunnen we zo aan de kant duwen. Dan deze ook, denk ik. Dan kunnen we hier naartoe. Ja, en dan kunnen we deze zo... Oh, die kunnen we niet verder duwen. Oké. Wat een gedoe, joh. Deze moet zo. Dan kan deze, denk ik, weg. Ja? Oh, maar deze moet eerst weer terug. Oh, dit is echt een gedoe. Maar maakt niet uit, we komen er wel. We moeten wat moeite doen voor die badge. Kijk, dit staat nu helemaal goed. En volgens mij zijn we er dan. Volgens mij kunnen we dan naar de gymleader toe. We moeten eerst nog even met deze papi vechten. Black Belt Colby. Die gooit een Machoke. Ja, kijk. In de vorige aflevering heb je kunnen zien dat mijn Kadabra gehakt maakt met Machokes. Maar een Meditite heeft hij dan weer moeite mee om te verslaan. En dat snap ik door de typings. Alleen ja, als je zo snel kapot gaat door een Meditite. Ja, dan heb je gewoon echt een hele slechte verdediging. En dan weet ik niet of er wel plek is voor mij in jouw team. Andersom. Voor jou in mijn team. Ondertussen gaat Gerrit naar 27. We gebruiken Gerrit nog niet heel veel, maar dat gaat nog wel echt wel komen hoor. Als die eenmaal geëvalueerd is, dan is het best wel een goede tank Pokémon. En ondertussen slopen we gewoon een paar Machokies. Kijk, daar gaat de tweede al. Donald gaat nu naar level 29. Toch ook wel een goede Pokémon hoor. En Donald heeft natuurlijk ook Psychic moves, hè. Dat vergeten we wel eens. Dus misschien hebben we ook Kadabra helemaal niet nodig. Dan kunnen we gewoon Donald die Psychic moves laten doen tegen Fighting Pokémon als het moet. Oh, Absol mist een aanval, maar oké. Deze Machoke doet gewoon leer. Blijkbaar heeft deze trainer nog niet heel veel geleerd. Je had me gewoon lekker moeten aanvallen. Maar ja, je hebt geen special attacks, hè. Dus ja, dan houdt het ook snel wel weer een beetje op. Sorry Machoke. Sorry alle drie die Machokes. Jullie zijn allemaal kapoetski. En Simba gaat al naar level 31. Simba is natuurlijk in de vorige aflevering geëvalueerd naar een Luxray. Super, super cool. Heel vet om een Luxray in mijn team te hebben. Blijft gewoon tof. En dan hier. Dan gaat het gebeuren. We gaan voor de volgende badge. En ik zie je hoofd niet, maar... Oh, je hebt een pleister op je neus. Oh, je hebt waarschijnlijk klappen gekregen van je fighting Pokémon. Dit is Meleen. En Meleen is blij om mij te ontmoeten. Ze weet niet zo goed hoe je sterk wordt... of hoe ze überhaupt gymleader is geworden, zegt ze. Maar ik zal mijn best doen. Ze neemt het wel serieus. Dus als wij er klaar voor zijn, dan gaan we lekker beginnen. Ja, en zij begint dus weer met een Meditite. En ja, dat had al gelijk slecht geweest voor mijn Kadabra. Dus Blade... Laat maar zien wat je kan. Het enige ding is dat Play Rough wel moet raken. Het is een aanval die heeft 90 op accuracy. Dus hij mist soms wel eens. Dat is een beetje jammer. Maar ja... Absol die sloopt deze Meditite wel in één keer. En Absol gaat ook naar level 30 nu. En die wil Night Slash leren. En dat is nice. Dat is nice. Die gaan we wel even leren, Night Slash. Maar Knock Off is bijna net zo sterk trouwens. En die kan dus soms zelfs sterker zijn als de tegenstander een held item heeft. Alleen Night Slash heeft weer vaker een critical hit. Maar in deze battle gaan we vooral Play Rough gebruiken. Want Fairy type moves zijn natuurlijk super effective tegen, ja, tegen Fighting type Pokémon. Alleen nu missen we een keer. Oh! En nu zijn we bijna in één keer kapot gewoon. Mijn speed is ook naar beneden, dus ik hoop dat ik nog sneller ben. Ik ben nog sneller, maar ik mis weer. Blade, wat doe je nou? Gast, waarom mis je nou twee keer achter elkaar? Oh man. Oké. Ik ga Donald inzetten. We gaan kijken of de tactiek werkt dat Donald gewoon lekker wat kan doen tegen Fighting type Pokémon. Ik ga nu eerst even voor Confusion even kijken wat dat doet. Want dat is natuurlijk geen een physical attack, maar een special attack. Nou ja, het doet wel wat damage, maar niet genoeg naar mijn zin. Ik ga proberen om een kopstoot uit te delen. Maar, ik ga helemaal niks proberen. Want deze trainster neemt het battelen serieus. Oké, Vision.
Dan kom ik toch uit bij jou, vriend. Kom maar op met je Psybeam. Want je bent wel sneller, dus dat is top. Je bent sneller dan Machoke. En dus kan je deze Machoke gewoon slopen. Misschien is Psyduck voor Psychic Attacks dan toch niet de beste keus. Maar als die evolueert naar Golduck, dan wordt hij sowieso nog beter. Vision gaat ermee wel naar level 26. En wat krijgen we nu? We moeten nu tegen Lucario. Ik denk dat het een probleem gaat zijn voor Vision. Want ik denk dat Lucario wel een stukje sneller is ook dan Vision. Lucario is ook level 30, jongens. En die gaat voor Metal Claw. En ik overleef dat wel. Oké, ik overleef dat. En hoeveel damage doe ik op Lucario? Ja, niet genoeg om hem te slopen. Kan ik nog Reflect doen? Nee, ik kan niks meer doen. Mijn derde Pokémon gaat gewoon down. Ja, het is een level 30 Lucario, hé. En hij is zijn attack aan het boosten. Ja, dat is slim. Dat is slim van Metal Claw. Oké, Abu, jij bent de volgende. Flame Wheel, jongen. Kom op. Ik ben sneller, dus dat is lekker. Misschien dat ik al veel eerder naar deze Pokémon moet schakelen. Had ik moeten doen. Maar, heb ik niet gedaan. Maar Lucario gaat wel gewoon natuurlijk down tegen mijn Abu. Die 1066 XP krijgt. Lekker man. En zo halen we toch gewoon de gym badge binnen. Ja, ze heeft wel de helft van mijn team gesloopt. Ik had het een klein beetje verwacht. Ik had verwacht dat Vision down zou gaan. Psyduck, ja, was misschien niet de beste keus. Maar Absol heeft wel een beetje zelf slecht gedaan. Als Absol gewoon blijft leven, dan was er helemaal geen probleem geweest. Die moest gewoon niet missen. Maar, we krijgen... De derde gym badge van Meilin. De fighting badge. De kobbel badge heet die officieel. En nu kunnen we ook fly gebruiken. Dus dat is lekker. We krijgen nog wat stickertjes die Meilin gebruikt. En TM'tje. Is dat low sweep? Drain punch. Oeh. Drain punch is wel nice. Zou ik een van mijn Pokémon drain punch kunnen leren? Vision kan ik drain punch leren? Wat een onzin. Wat heeft Vision daar nou aan? Die heeft nul op attack. Dat heeft echt totaal geen zin. Hey Dawn. Hallo. Oh, we moeten Dawn even helpen. Dawn heeft haar Pokédex laten vallen. En Team Galactus heeft hem gestolen. Ze willen hem niet teruggeven. Ze heeft onze hulp nodig. Natuurlijk gaan we je helpen, Dawn. Daar ben ik toch voor, Dawn. Om jou te helpen. Dawn, Donald en ik komen je helpen. Wij zijn hier voor de rescue. Let's go. We gaan teamen. We gaan deze Team Galactic Chappies even nakken. Jij en ik samen. Let's go. Beautifly. En Dustox. Dan gooi je een Clefairy en ik Psyduck. Nou, dit is toch wel even een epische battle, of niet? Kom op, kopstootje op die Dustox. Ah, oh, bijna in één keer kapot. Dustox gaat voor Leech Life. Ja, dat vind ik even niet leuk. Kom op, Clefairy. Beautifly doet Air Cutter. En die doet ze ook op ons allebei. En Clefairy doet Disarming Voice op allebei. Ja, dat doet alleen amper damage. Kom op, kopstootje. Weg met die Dustox. Mooi. Hoppa. Oeh, Gerrit gaat alweer een level omhoog naar level 28. Ja, en die Beautifly, die... Oh man, serieus? Gaan jullie lekker met jullie critical hitjes de hele tijd? Hoeveel geluk wil je hebben, joh? Jeetje, Psyduck. Oh. Clefairy zinkt Beautifly even in slaap. Ja, dat is eigenlijk net even te laat, hé. Abu. Tijd om wat insecten te verbranden, hoor. Flamewheel. Hartstikke idee. Wegwezen ermee. Croagunk gaat voor Venoshock op Clefairy, wat ook weer super effectief is. Clefairy gaat weer voor Disarming Voice. En we krijgen nu te maken met een stinkdier. Go, 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 go. Hoppakee. Nu nog even dat stinkdier pakken. Ik vind Skuntank, de evolutie van Stunky, trouwens wel echt een goede Pokémon. Dat is ook echt weer zo'n tank, jongen. Echt. En met zijn psyche, met zijn poison moves kan die je soms helemaal gek maken. Vision gaat toch naar level 27. Hij is er nog steeds bij. We hebben nog geen kans gehad om nieuwe Pokémon te vangen. En we hebben Team Galactic weer genakt. Lekker gedaan, Dawn. En nu wil ik die Pokédex terug. Die gasten zeggen Team Galactic die gaat alle Pokémon in de wereld, nee, in het universum krijgen. Hier, neem je Pokédex maar terug. En nu gaan ze naar het ware huis. Wat hebben jullie te zoeken in het ware huis, jongen? En dan vraagt Rickertje, wat gaan we nu doen? Dan gaat naar Pastoria City. Want in de Great Marsh zijn heel veel Pokémon. Oh ja, de Great Marsh. Ja, daar kunnen we wel even een flink teampie gaan bouwen, denk ik. Ja, maar wat spoken die gasten hier uit, hé? Team Galactic, wat zijn jullie hier aan het showen? We hebben Fly gevonden. En nu kunnen we dus ook gelijk lekker vliegen naar andere steden en zo. Maar gast, ik wil hier door. Daar hebben we een speciale sleutel voor nodig. Blijkbaar heb ik die sleutel niet. Hebben ze niet gewoon een sleutel laten vallen hier ergens? Nee, zo te zien ligt hier geen item. Dus ze hebben hem hier niet laten vallen. Lekker dan. Kunnen we gewoon hier naar beneden? Ja hoor. Maar deze route, die is ook kapot of zo. Die man zei, ja, deze route is helemaal kapot en er is niks te zien hier en niks te beleven. We hebben hier in ieder geval andere Pokémon trainers die denken dat ze stoer zijn. En dit is een
een psychic en ze stuurt Ghastly eruit. Maar dat is helemaal mooi. Die kan mijn Psyduck wel hebben hoor. Ik word wel even gelikt door een Ghastly. Dat is volgens mij niet heel relaxed. Dat hebben we in de anime kunnen zien, dat is niet fijn. Dus Ghastly wil je alsjeblieft even aan de kant. Even wegwezen. Even plaatsmaken. Dan moeten we nu tegen Vision. Alleen dan een andere. Come on, Night Slash. Hoppa, lekker man. Absoluutje hoor, die is helemaal gek. Simba gaat ondertussen naar level 32 en is samen met Abu het hoogste level op dit moment. Dan nu, Miss Drievous. Die gaan we ook even pakken. What's the flats? Donald gaat nu naar level 30 en Blade naar 31 met 100 op attack. Oh, Blade. Zo gestoord. Het is niet normaal. La 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 la. Ik loop hier met mijn Psyduck. La 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 la. Oeh, ik heb even Kadabra uit de Pokéball gehaald. Maar zie dan, Kadabra die zweeft gewoon. Dat is wel echt heel vet. Ik ga even het grotje in. Oh, kijk. Hoppakee. Pokéball. Ah, en dat is Dig. Altijd een goede aanval, Dig. En deze man is de Ruïne Maniac. En die is lekker zijn best aan het doen om hier deze stenen muur weg te halen. En hij is gefascineerd door unknowns. Hij wil met ons racen. En zolang wij unknowns vangen, blijft hij gewoon lekker graven. Oké, ja, allemaal leuk en aardig. Maar wat moet ik nou met unknowns? Heb ik toch helemaal niks aan, joh vriend? Unknown is denk ik een van de slechtste Pokémon die er is of zo? Heb jij misschien een unknown, Brian? Nee, je hebt een Krennidos. Nou, dan heb ik voor jou een waterpulsie. Gratis en voor niks, joh. Cadeautje. Nou, en voor jouw Geodude heb ik er ook een, hoor. Hier, neem maar lekker, joh. Oh, met je sturdy. Is helemaal niet irritant, hoor. Valt best mee. Oké, daar, Geodude. Het heeft lang genoeg geduurd. En Bronzor krijgt even een vlammetje. En wat voor wilde Pokémon zullen er allemaal zitten hier? Zouden we hier iets nuttigs kunnen... Oh. Waarom kom ik alleen maar Ponyta's tegen overal? Wat is dit nou? Serieus, Ponyta is gewoon de Rattata van Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl. Dat is wat het is. Je komt ze overal tegen en je komt er niet meer vanaf. Jongen, man. Wat is dit nou? Overal die gekke Ponyta's. Nou, dan ga ik maar weer tegen trainers hoor. Als ik toch alleen maar overal Ponyta's tegenkom. Wat is dit nou? Ik wil ook gewoon nieuwe Pokémon vangen. Het is wel een lekkere goede plek om een Psyduck te trainen. Met al die moves die super effective zijn op die Pokémon. En deze heeft ook een sturdy hoor. Tuurlijk. Oké, sla jezelf maar even dan. Dat zou ik mooi vinden. Dat zou ik top vinden. Ah, nee, hij gaat mij tackelen. Nou, alsnog. Houdoe en bedankt. Oké, hier dan. Krijg ik hier iemand een vette Pokémon? Sudowoodo. Ja. Zijn er Sudowoodo-fans die deze video kijken? Het is op zich wel... Ja, ik weet nou zo goed wat ik ermee moet. Met een Sudowoodo. Hij is natuurlijk goed tegen vuur, ijs, flying en bug-type Pokémon. Maar daar heb ik al hele goede counters tegen. Dus op zich, het is wel een goede Pokémon. Maar ik denk niet voor mijn team op dit moment. Dus weet je wat? Ik pak gewoon lekker die XP. En ik pak even een Max Potion. Oeh, en dan hebben we hier... Graveler. Ja, daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde als wat voor Sudowoodo geldt. Ja, het zou kunnen, maar niet voor in dit team. En ik denk dan wel dat Sudowoodo wel de betere keuze is. Alhoewel, Graveler kan je weer evalueren naar Golem. En dat is ook wel weer sick. Maar nee. Ik heb hem niet genomen. En dan komen we aan bij Valor Lakefront. Er staan hier twee scientists. En die zeggen, nee, je mag niet daar naartoe, jongen. Daar mag je helemaal niet naartoe. Ongeoorloofd. Ik pak een Paralyze Hughtje op. En dan zijn we dus gewoon in de volgende stad, joh. Ik ben even een kerkje ingelopen. Er staat hier iemand met een Gengar. Oh, en de Game Director staat hier ook. En als we onze Pokédex helemaal gevuld hebben, dan moeten we hem even op gaan zoeken, blijkbaar. Yo, Gengar, what up? En we moeten naar hem toe als we de champion hebben verslagen. Dus deze stad moeten we even goed onthouden. Valor Lakefront. Nou, hier is verder ook geen gym. Nou, voor de rest is hier nog een restaurantje. Zitten mensen lekker te eten. En hier kunnen we volgens mij ook battelen. En wat hebben we hier? Staat nog iemand. En die is de sleutel verloren. Lekker handig. Deze kant kunnen we denk ik niet op. Nee, kijk, deze gast die steekt daar even een stokje voor. Die zegt, nee. Je mag niet deze kant op. Er is een blackout geweest in Sunny Shore City. De wegen zijn dicht. Je kan daar niet naartoe, vriend. Dus, wij moeten hier naar beneden door het hotel heen. Of, wacht even. Ze zei nog van, ik ben dus mijn sleutels verloren. En die lagen op de desk. Maar...
Ik zie hier geen sleutel. Ik dacht, ik ga je even helpen. Misschien ligt hier een sleutel. Maar nee, helaas. Nou, dan moet je zelf je sleutel maar opzoeken. Even deze Pokéball oppakken. En dat is een Red Shard. En dan duiken we in de volgende aflevering het strand op. En dan hoop ik dat we in de volgende aflevering ook weer een gym gaan doen. Ik heb er zin in, jongens. Ik vind het een leuke game. Ik hoop jij ook. Dus doe dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En knal even dat belletje aan. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!